Binnen een week zal de regering met concrete voorstellen komen om het verkeer op de Vijrenbosbrug te verbeteren. President Chandrika Prasad Santokhi kwam vandaag in de Nationale Assemblée met deze mededeling na de zware aanrijding die gisteren heeft plaatsgevonden bij de voet van de Vijrenbosbrug en waarbij één persoon het leven heeft gelaten. Naast de zware materiële schade aan meerdere auto's is een aantal personen gewond geraakt. Mohabbat's regering gisteren beslist dat er een team van ministers, namelijk Justitie en Politie en de Lid, TCT, Openbare Werken en andere ministers, binnen een week met concrete voorstellen moeten komen en als het moet ook met aangepaste regelgeving voor wat betreft het verkeer op de Vijrenbosbrug. Soorten verkeer, verkeersgedrag en alles wat moet bijdragen dat we dat probleem voor eens en voor altijd structureel oplossen met betrekking tot goederenverkeer, meneer de voorzitter. En volgende week op de agenda moeten we alle voorstellen als regering krijgen en dan zullen we gepaste maatregelen ook treffen, meneer de voorzitter. Maar ik maak gebruik van de gelegenheid om ook onze condolences uit te brengen aan die personen die daar zijn omgekomen, meneer de voorzitter. En ook personen die op dit moment behandeld worden, wensen wij van harte beterschap. De aanrijding is veroorzaakt door een vrachtvoertuig met een lading houtblokken die vanuit Meerzorg naar Paramaribo kwam. Op een gegeven moment rolde dit voertuig de brug af, waardoor hij meerdere voertuigen ramde, wat zorgde voor de enorme ravage. De gewonden zijn vervoerd naar de RGD-poli te Meerzorg en de spoedeisende hulp van het AZP. Onder de gewonden bevinden zich 5 politieambtenaren. De persoon die het leven heeft gelaten is Waldi Ponirong. Zijn lichaam is in beslag genomen voor obductie.